Eigenlijk niet zonder Amsterdam kunnen leven, omdat Amsterdam natuurlijk wel een bron is. Hè? Natuurlijk buiten Amsterdam hoor, ook in dorpen en overal. Als je dat een beetje ingevoerd raakt, dan haal je daar ook een hoop uit. Een heleboel. Maar Amsterdam is, de Amsterdammer is, voor zover je iets in het algemeen van hem kunt zeggen, een man die erg openhartig is in die zin dat hij dus makkelijk over zichzelf praat. Makkelijker dan in andere plaatsen van het land. En dat valt mij nog altijd op, omdat ik dus geen geboren Amsterdammer ben. En ik ben in 1943 naar Amsterdam gekomen. En ik heb dus altijd, ik ben in Den Haag geboren, ik heb nog altijd behouden dat, ja, de verbazing van een buitenstaander. Wat geloof ik ook nog wel een voordeel is. Dat je het niet allemaal zo vanzelfsprekend vindt. En ik vind dat voor het als bron als is Amsterdam onmisbaar. Voor mij tenminste. Nou, ik ben een getogen en geboren Amsterdammer, meneer. Maar ik kan van mij een gepikker worden hoor. Met heel Amsterdam. Ik bedoel, ik geef er geen twee dubbeltjes meer voor. Vreemdelingen gaan in Amsterdam naar de nachtwacht. Ik zou ze ook meenemen naar de voetgangerstunnel onder het Waterloopplein. Die is door onbekenden helemaal volgeschreven en volgeschilderd. Graffiti is vaak slagvaardig. Onder deze slogan schreef een geïnspireerde Amsterdammer Heter Hetero. Mijn vulpen doet dag in dag uit zijn best, want hij moet alles inventariseren. Als ik iets zie dat hij wil kopiëren, dan krijgt hij een erectie in mijn vest. Zo zei ik het eens op rijm. Maar soms hoef ik niets te kopiëren. Soms schrijft het verhaal zichzelf. Ik heb erg veel kroegverhalen geschreven. In de eerste plaats omdat ik vind dat kijk, ik schrijf altijd over mensen en dan ben ik zelf dus eigenlijk de toeschouwer of de man die het aanhoort en zo nu en dan maar eens iets zegt, hè. De enige plaats waar het begrijpelijk is dat je mensen die je niet kent, dus hè, dat je daarmee praat, dat is eigenlijk een kroeg. Hè. Want daar zijn de mensen nogal, vooral in Amsterdam, nogal praterig, nogal vertellerig. Hè. Dus het ligt voor de hand dat je dus die verhalen grotendeels in een kroeg of beleeft of ze daar situeert. Je kunt het moeilijk in een melksalon zetten. Of, daar praten mensen niet. Daardoor ben ik natuurlijk ook heel sterk vereenzelvigd door een aantal lezers met dat hele begrip kroeg. Ik had het eigenlijk vroeger veel minder dan in de laatste jaren. Hè? Maar ik geloof dat ook dat hierdoor te verklaren is. Hè. Je hebt, als je namelijk jong bent, hè, en je schrijft over mensen die je dus bijvoorbeeld in kroegen ziet of hoort praten, dan is dat toch een beetje, ja, een vorm van slumming. Hè. Het is een soort mannetjes kijken, zeggen, wat een raar mannetje of wat een vreemd mannetje of wat een tragisch mannetje. Maar als je dus ouder wordt, dan denk je, god, die man heeft precies dezelfde problematiek als ik. Maar die zegt het alleen een beetje anders. Hè? Dus dan krijg je veel sterker dat herkennen. Hè? Dan is het niet meer mannetjes kijken. Maar dan merk je dat alle mensen eigenlijk met dezelfde problemen zitten. Altijd eeuwig weer. Maar de een die drukt dat een beetje koddiger uit dan de ander.
Iets anders, ik heb jaren geleden is een reeks monologen geschreven... die allemaal mannen waren die in een café zaten. En die werden allemaal gespeeld door Kees Brusser. En die werden aan mij verteld. Mijn rug speelde dus alleen mee in die uitzending. En Kees deed dat heel zorgvuldig, die teksten. Ja. Dat deed hij werkelijk perfect. Ja. Heel mooi. In het café ging het gesprek over het wonderlijke feit dat... sommige mensen altijd geluk schijnen te hebben... terwijl anderen door tegenspoed worden achtervolgd. Het was een dankbaar motief waaraan ieder zijn zegje bijdroeg. Toen het uitgeput scheen, zei een oude man met een pet op... die tot nog toe had gezwegen. Over pech gesproken. Ik heb het toch laatst met de paasdagen een pech gehad. Psh. Open voor het verhaal vroeg ik, oh ja... Ja, kijk. Ik sta op straat met handel. Nou weet je dat wij die op straat staan met handel, wij worden getrapt door het publiek. Of door de politie. Je winken die speciale postlopen, die geven je om de haver klap een bon omdat je daar staat. Of omdat je daar niet staat. Enfin, wij worden nou eenmaal getrapt. Hè. Kijk, de boetes. Betaal ik niet. Nou, nee, dat is toch niet over te houden, dat eerlijke handel? Huh. Dus een paar keer per jaar ga ik de hechtenis uitzitten. Je kan de dagen namelijk laten staan tot je er een stuk of 10 hebt en dan neem je ze in één ruk op. Goed. Nou heb ik al jaren de gewoonte om mijn hechtenis op te nemen met de feestdagen. Met Pasen. Of... met Pinkster of met de kerst. Hè? Want in de eerste plaats is er altijd bijzonder eten in de lik. Paas eten. Of kerst eten. Of, hè? En dan is er ook altijd een zeker de retissement. Er wordt een mooie film vertoond of er treedt een of andere artiest op. Dus met de paasdagen zit je op fluweel. Oh, oh. Alles wordt je nagedragen. Ja, bewaker. Mag ik een beetje water? Of bewaker, geef eens een vuurtje. En dan komt hij eraan. Ja, want die jongens die moeten de hele dag voor je klaarstaan. Kijk, het zijn eigenlijk een soort staatskelners. Ja, toch heb ik wel eens met ze te doen. Weet je dat? Ja, want wij worden allemaal naar een poosje ontslagen. Maar zij hebben allemaal levenslang. Goed. Over pech gesproken. Vlak voor Pasen koop ik een nieuw kostuum. Een heel mooi kostuum. Kamgaren, zwart. Maar ja, het ging wel even een tikkeltje boven mijn begroting. Dus ik had geen cent meer over. Nou, weet jij hoe het is? Met de feestdagen in de grote stad. Je bent een man alleen. Tja, je wil eens een paar deuren openmaken. Dat kost allemaal geld. Dus ik denk, nou Kees, jij gaat zitten met de paas. Nou had ik godzijdank nog een goede week staan. Dus de dag voor Pasen laat ik mij insluiten. Hè? Oh. Ik hoorde meteen van de andere jongens. We zouden fijn eten krijgen en een film. Die ik nog niet gezien had. Dus ik was lekker onder de pannen voor Noppes. Wat denk jij dat er gebeurt? Diezelfde dag voor Pasen komt er een vent in de lik en die moet 4 maanden uitzitten. Ja, geen hechtenis, nee, gevangenisstraf. Omdat hij voor de zoveelste maal kachel achter het stuur had gezeten en was voor datzelfde al meerdere eens in de lik geweest. Een wilde jongen. Nou is die vent rijk. Een bouwer. Goed, die vent die komt de lik binnen en hij moet net als iedereen alles afgeven wat hij in zak heeft. He, zijn geld ook. 5 gulden zetten ze dan voor je op de kantine. Daar kun je sigaretten voor kopen. Of jam. En de rest bewaren ze. Goed. Daar heeft me die gozer zo'n boek met geld in zijn zak. En een borreltje op als je het mij vraagt. Dus wat doet hij? Hij legt 5 meijer op de toonbank. En hij zegt, hier een rondje boete, laat maar een stelletje jongens vrij. Ja, want dat kan. Als de boete maar betaald wordt, wie het doet, laat ze koud. Maar ik stond mooi op de keien 5 minuten later. De dag voor Pasen
zonder een cent. Over pech gesproken. Ach, meneer Sonnenberg. Ze hebben geen gevoel voor humor meer, de Amsterdammers. Chagrijnig zijn er allemaal. Nou, op de jubilaris dan, hè? Ja, de jubilaris. Je hebt veel met de jubilaris samengewerkt, voor hem gewerkt, hè? Ja, ik heb teksten voor hem gemaakt. Dat gaat dan eigenlijk op twee verschillende manieren. Hij zegt bijvoorbeeld als hij een show aan het voorbereiden is, ik heb er een liedje in, het gaat over ouder worden, maak jij een stukje conférence dat naar dat motief toepraat, en dat doe ik dan. En hij vraagt ook wel eens om een nummer. En dan gebruik ik meestal een verhaal dat ik alles geschreven heb vroeger en dat ik dan dat me geschikt lijkt om te doen. Ik zeg al lijkt, want je kunt natuurlijk nooit van tevoren weten of iets op het toneel iets doet of niet. Vooral als het een komische werking moet hebben. Wie dat achter zijn schrijfbureau kan uitmaken, dat is een bijzonder mens, hè? Ja. En een sterk voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld dat die tekst Krokette. Daar heeft hij nog een groot succes mee gehad, hè? En die had ik gemaakt. Ik had hem niet voor hem geschreven. Ik had dat namelijk, je weet, het gaat over een fan, zo'n zaalverhuurder die dan voor aanvang van de voorstelling komt vragen wat het gebodene is, omdat hij de theorie heeft, een zeer lucide theorie, dat er een verband is tussen hetgeen op het toneel ten beste wordt gegeven en de hoeveelheid kroketten en spritsen die hij in de pauze verkoopt. En dat heb ik in dat tijd, toen ik zelf nog lezingen hield, uit de mond van zo'n man opgeschreven. Neem dan bijvoorbeeld de kroketten. Ik zei, waar hebben jullie het nou over? De kroketten. Ik heb een verhaal van gemaakt, dat heb ik in de krant gezet en later in een bundel opgenomen. En toen Sonneveld mij om een tekst vroeg om te doen, toen zei ik, probeer deze eens. En toen las hij hem, zag hij er eigenlijk niet veel in. Maar nou had ik bij hoge uitzondering ten aanzien van deze tekst een beetje zekerheid. Want ik had hem zelf een aantal keren in zalen gedaan voor het publiek. En ik merkte dat de mensen op bepaalde momenten telkens weer lachten. En die momenten die heb ik toen in de marge aangestreept voor hem. En gezegd, kijk, bij mij lachten ze daar. Hè? Probeer hem eens. Ik roep nog. Ja, de S wil ook niet meer, want ik ben de hoektanden kwijt. Nou is het voor mij, als je zo'n tekst geschreven hebt, is het ontzettend interessant om dan na 50 of 100 voorstellingen die tekst van Wim Sonneveld terug te horen. Ja. Dan is die volledig veranderd. Dan heeft hij met een enorm vakmanschap en in samenspel met dat publiek, dat eigenlijk ook aan een tekst werkt, door te reageren of niet te reageren, heeft hij er een sterk komisch nummer van gemaakt. En dat vind ik een eerbiedwaardig stukje vakmanschap. Goed, zullen wij nemen. Mogen wij nog een consumptie? Kan ik nog even van uw tijd erover? Meneer Sonneberg, meneer Sonneveld, gesproken. Meneer Sonneveld, wat gebeurt mijn 8 weken terug? Sorry hoor. 8 weken terug, meneer Sonneveld. Ik heb de notabellen weer in huis. De kroketten trouwens ook. Op het toneel, meneer, neemt een dokter plaats. En deze man. Deze figuur, mag ik wel zeggen, die gaat me daar een lezing zitten houden, meneer, over de meest afgrijzelijke ziektes. En dat is niet eens het erge, meneer, maar de man vertoont er lichtbeelden bij, meneer Sonneveld. En daar verschijnen achtereenvolgens op het witte doek afgrijzelijke sferen. Zulke grote open wonden. Meneer, ik sta achter in de zaal te kijken en ik denk bij mijn eigen dag gaan we kroketten. Meneer, ik ren naar het toneel en ik roep van opzij van het toneel tegen die dokter. Pssst. Ik roep nog. Pssst. Ja, de S wil ook niet meer, want ik ben de hoektanden kwijt. Ik roep tegen die dokter, hey dokter, denkt u een klein beetje aan de kroketten? Maar ja, meneer, wat wil u, een eigenzinnig type? Gaat ijzerheinig door, weer een sfeer op het doek. Meneer, ik
ik ren naar de koffiekamer. Ik zeg tegen de ober, Jan, doe het vuur maar uit onder de kriketten. Dat wordt niks vanavond. Nou, meneer, ik heb er 8 verkocht. 8, met allebei deze handen heb ik 8 kriketten verkocht. Ik bleef met 92 kriketten zitten. En wat doet een man met 92 kriketten? Wat zei u ze zelf op, Peter? Ja, kom nou. Ik heb als kind al zo geleden, meneer. Mijn vader zat ook in dit vak, meneer. We zaten thuis om de havenklap koude kriketten te eten, meneer. Ach, meneer, ik weet het toch. Dagen achter elkaar zit je slaatjes te eten. Broodjes met rosbief. Het kwam je in je strotten. Theater. Voor Wim Kan maakte ik eens een tekst over de raadselachtige inhoud van dit kinderliedje. Die zegt, nou, het was een wonder boven wonder. De directeur zegt, hoezo? Hij zegt, dat die beer is meer een gonde. Nou wordt het voor de directeur zeer precair. Nou denkt die Flipsen weet biologisch meer van de hele zaak af dan ik. Daar gaat mijn hele proefschrift. Mij kan niet schelen, maar voor mijn moeder vind ik het ellendig. Ik was bevriend met hem in de loop der jaren. En ik had wel eens een ideetje waarvan ik zei, zou dat niks zijn? Ja. En meestal zei hij dan, nee. Ja. En een enkele keer zei hij, nou ik zal het eens proberen vanavond. En er waren twee mogelijkheden. Of de zaal had gelachen, een beetje. Dan zei hij, ik geloof dat er iets in zat. Of ze hadden niet gelachen en dan gooide hij het weer weg. We mogen aannemen dat het toch wel in de bedoeling ligt van de regering. Ja en nee. ik zou het zo willen zeggen. Twee dingen goed begrijpen. Als olie en gas als brandstof in de wereld naast elkaar blijven bestaan, dat is natuurlijk een zekerheid die niet valt weg te denken. De regering probeert ook niet te denken. Dan zie ik het toch wel degelijk als taak van een regering, of het nou links of rechts is, dat vind ik niet als zakendienende. Maar om nou te zeggen, vastgekoppeld aan, gaat mij persoonlijke mening, net even iets te ver. Al jaren geleden heb ik eens in de krant, waar ik elke dag in schrijf, in Parole, een parodie geschreven op zo'n gesprek met de minister-president, dat ongeveer deze structuur had. En toen belde Wim. Wim leest mij gelukkig en reageert. Dat is erg belangrijk voor mij. Hij is niet de enige, dat weet ik toch. Er zijn er nog een paar, maar Wim is een hele belangrijke lezer van me. En die belde me toen op en die zei, Simon, dat kan ik zo doen. Ik moet alleen het onderwerp veranderen. Mijn hele structuur kan ik gebruiken. Ik ga het morgen proberen. En toen heeft hij het ook geprobeerd. En toen pakte het publiek het op en toen zei hij, nou ga ik eraan werken. En dat eraan werken, dat betekende dan dat hij elk praatje met de minister-president sindsdien, sinds 1974 dus, op de band, op de videoband heeft opgenomen. En daar dan avondenlang naar zitten kijken. Dit Mimi zo voortreffelijk te kunnen opbouwen als hij het inderdaad op oude jaar heeft gedaan. Ja. Vond u het lijken, meneer Den Haag? Ja. Ja? Ja. Ja. Oh ja, je bent altijd met je gedachten bij dat schrijven. En ook als je in het leven onaangename dingen meemaakt, dan tref je dat niet zo erg, omdat je altijd denkt, ik geloof dat er eigenlijk wel een verhaal in zit in de situatie die ik nu meemaak. En daarom verhindert schrijven en bezig zijn met schrijven je eigenlijk dat je je verveelt. Want je denkt dat het zou best eens iets kunnen zijn. Ik geloof persoonlijk hoor, dat schrijvers, dat eigenlijk hele slechte mensen zijn.
Want wat doen die mensen nou eigenlijk, die schrijven? Hè? Los van wat ze nou op papier brengen. Maar als je ze in hun dagelijks leven waarneemt, in wat ze doen. Die mensen zijn altijd bezig met waarnemen in commissie. Hè? Een schrijver zit tegenover iemand, dat is een droevige oude man. En die vertelt zijn hele leven. En die schrijver die denkt, nou, dat is wel een mooi verhaal. Dat kan ik best gebruiken. Het begin is een beetje lang, dan moet wat uit. Hè? En het einde, ja. Moet ik een beetje afzwakken, anders gelooft niemand het, hè? Dat is eigenlijk een gewetenloze manier om mensen te benaderen, vind ik persoonlijk. Maar wel typisch voor schrijvers. Als je echt mensen die van buiten geslaagd zijn hebt ontmoet, hè? Ja, die zijn niet interessant. Wat ze zeggen is niet interessant, wat ze doen is niet interessant. Alleen de mensen die het in dat leven een beetje verkreukeld zijn, hè, daar komt de mens het meest uit. Dat trekt mij dus het meeste aan. En het feit dat het me zo aantrekt, ja, dat zal wel veel over mijzelf zeggen. Hè. En dat zal ook wel veel zeggen over de mate waarin ik zelf vind dat ik het zo gemaakt heb. Hè. Daar zet ik nog wel enige vraagtekens bij. Bijna alle mensen zijn underdogs. En het ontwapenende van mensen die dus niet talloze zekerheden hebben. En geslaagd zijn in dit leven. Is juist, vind ik, dat ze dus zoiets... Kijk, mensen zijn, vind ik, juist interessant wanneer ze een barst vertonen. Hè? Wanneer ze dus niet helemaal geslaagd zijn. Je moet dus, als je de mensen gewoon op hun menselijke merites benadert, hè, dan zijn dus de underdogs, die zijn veel interessanter en menselijk interessanter dan de mensen op de cocktailparties. Hè. Dat is nou eenmaal zo. Want die mensen op die cocktailparties, de goede niet te nagesproken, die doen niets anders dan hun masker volhouden. Hè. En... ja, de underdog die je dus gewoon vertelt hoe mistroostig het hem in het leven is gegaan, die houdt niets op. Hè? Die man is echt en daarom is die belangwekkender dan de mensen die een masker dragen en er ook nog in geloven. Ik geloof dat ik een vermogen mis dat... andere mensen hebben en wat ik ergens bewonder. Namelijk om als mensen in moeilijkheden zitten, om dan iets adequaats te doen. Mevrouw, mijn naam is Kat Michelt, ik ben al inzamelen voor geestelijk gehandicapte kinderen. Is dat algemeen? Ja, dat is voor alle gezinnen. Oh. Aangezien ik dus van huis uit een pessimistische natuur ben, heb ik de neiging dan te denken, ja, zo gaan die dingen allemaal, hè. Terwijl andere mensen dus de opbouwende kracht hebben om dan van alles te gaan zeggen wat helpt. Een girostrookje of een bankstrookje en daarop een bedrag aan het steunfonds. Praktisch humanisme, dan doet u iets. Daarom ben ik al lang lid van Amnesty International. En daarom hoop ik dat heel velen vanavond ook lid zullen worden. Want het leger dat moet vechten tegen het onrecht... dat kan uw steun gebruiken. Ja, hier zitten we samen in rouwkledij, Frits Bom en uw dienaar, Simon Kamichelt, omdat we zojuist een kort geding hebben verloren dat de Nederlandse bank heeft aangespannen tegen de FARA. Want de FARA heeft ons beide vertoond gezeten in een bankbiljet van 10 gulden. En dat mocht niet van de Nederlandse bank, want de Nederlandse bank heeft het auteursrecht op het bankbiljet van 10 gulden. Voor de radio mag het wel. Ja, maar voor de radio helpt het niet. Het mag trouwens helemaal niet een biljet van 10 gulden vertonen voor de televisie. Ook niet voor een zeer goed doel. En wij hadden een zeer goed doel voor ogen. Want we wilden de mensen aansporen een lot te kopen voor de loterij van Humanitas en de stichting Ombudsman van de VARA. En als u dus door die briefkaart te sturen weet waar u geld naartoe kunt sturen, welk gironummer... ja, dan
Weet u één ding zeker? Of Wim in het hiernamaals van mening is dat hem nu recht geschiet, dat betwijfel ik in hoge mate. Maar één ding staat stellig vast. Hij zal het leuk vinden voor Corrie. Ik word wel eens boos als je dus merkt dat ze die democratie van ons, die ik dus toch wel het minimum vind van wat een mens kan hebben, hè, dat ze die een beetje aan het verkreukelen zijn. Hè. En dan schiet ik wel eens uit. Ik vind dat je in zo'n rubriek toch ook wel eens moet laten weten waar je staat. Hè, want anders word je zo iemand die in een soort idiotenhemel leeft. In het park zei een vrouw met twee hondjes tegen een man naast me: ach, weet u wat het is met dieren, meneer? Je moet ze de verzorging geven. Tja, dat doe ik nog altijd met zo'n tekstje dat ik voor de televisie moet doen. Eerst even afluisteren op de bandrecorder en als ik het dan terughoor, dan denk ik, ja, in de meeste gevallen, die man of die vrouw, die geef ik iets te veel. En als ik het dan voor de camera doe, dan doe ik er een beetje af. In de hoop dat het dan goed is. Leo, geef jij een tik voor de Ampex? U bent zover. Ampex klaar. Ampex, loopt. Fase 3. Start tune, start titel. Nou, ik ben natuurlijk als de dood voor het medium. He, dat is. Ik heb, nou ja, die voorwaarden, dat klinkt zo van. Ik heb dus, toen Joop Simons mij vroeg een aantal jaren geleden weer niet eens wat doen voor de tv weer. Ik had vroeger dus allerlei cabaretjes meegedaan en zo. Toen zei ik, ja, ik wil wel graag wat doen, maar ik zou het zo leuk vinden als we dan de plaats in het programma konden afspreken. En dat heb ik gewoon om logische redenen gedaan. Want als je nou dat uitzendingje van mij, dat duurt 6-7 minuten. Als je nou bijvoorbeeld na iets komt als perimezen, hè? Nou, wat doen mensen dan? Hè? Die hebben daar heel gespannen naar zitten kijken. En dan zeggen de mensen, zeg Marie, nou wil ik wel een kopje thee. En had jij gedacht dat hij het gedaan had? Nee, ik dacht die andere met dat gemene gezicht en zo. En dan ben ik al klaar, hè? Dus dan bereik ik de mensen nooit. En daarom heb ik gezegd, zet mij nou achter het nieuws als gewoon een rubriekje. Een kort rubriekje. De meeste reacties die ik hoor is, het is zo kort. Dan zeg ik altijd, ja, het is beter dat ze zeggen, het is zo kort dan het is zo lang. Hè? In het treintje naar Alkmaar was alles nog goed gegaan. Hij zat met zijn logge, middelbare mannenlichaam naast zijn vrouw Fie, die onafgebroken babbelde. En hij luisterde niet naar haar, maar verstond wel wat ze zei. Want in 32 jaar huwelijk had hij een soort derde oor ontwikkeld. Hij dacht aan de dood die, nu die 58 was, toch wel nabij kwam en hoorde hoe Fie zei dat ze het zo verstandig van hem vond dat hij een snipperdag op kantoor genomen had omdat hij er zo moe uitzag en dat de zee en de duinen hem stellig goed zouden doen en dat ze in het mandje met mondvoorraad dat ze op haar schoot had om hem te verrassen een zelfgebakken boterkoek had waar hij toch immers zo van hield. En ofschoon hij nog steeds dacht aan de dood, zei hij precies op tijd, ha, lekker. Nee, in dat treintje ging het nog wel goed. Maar in de bus naar de duinen passeerde ze dat reclamebord van de firma waar hij werkte. En toen begon het. Hij dacht aan meneer De Vries, zijn baas. Aan de jonge meneer De Vries, die het van zijn vader had overgenomen. Hij hoorde de
door het studentenkoor verminkte stem waarmee de snotneus op een stafbespreking tegen hem zei: meneer Van Dalen, hoewel ik ervan uitga dat uw vermogens niet zeer groot zijn, zult u toch zelf moeten inzien dat dit een bijzonder dom plan is. Zulke dingen, zei hij, waar iedereen bij zat. Hij sidderde. Hij heet koud, vroeg Fie bezorgd naast hem in de bus. Nee, het is juist wel fris, zo'n briesje, antwoordde hij. Toen ze in de duinen liepen, begon hij te bedenken hoe heerlijk het zou zijn de Vries te vermoorden. Het was maar een dagdroom, maar een mooie. Gewoon zijn kamer binnengaan en hem doodschieten achter zijn bureau. Eerst nog even kloppen op de deur. Nog één keer die rotstem horen zeggen ja, binnen. En dan, paf, voor de dood intrad, zou hij nog zeggen vuile ploert. Hé, wat heerlijk vredig is het hier, zei Fie. Ja, die stilte, zei hij, je knapt er helemaal van op. Toch zie je er nog moe uit, vond ze. Kom, laten we nou hier gaan zitten, hè? Dat is zo'n prachtig, beeldig plekje. Hier heb je je stuk boterkoek, maar wees een beetje voorzichtig. Hij is nogal vet uitgevallen, maar wel lekker. Ah, fijn, zei hij, en hij begon te eten. Nee, die revolver, dat was het niet. Dan zou hij te gauw uit zijn lijden zijn. Moest heel anders gebeuren. Hij zou de kamer binnengaan, hem bij dat enge, vieze haar van hem pakken en uit zijn stoel sleuren, hem tegen de muur drukken en dan langzaam, heel langzaam, met een scheermes de keel afsnijden. Hij zou de doodsangst in die arrogante ogen zien en zijn vieze, lauwe bloed zou langs zijn handen vloeien. Hé, wat doe je nou? Je handen aan je goede broek afvegen, zei Fie. En ik zei je toch al dat de koek een beetje vet uitgevallen is, rare. Gebruik toch je zakdoek. Ik heb je vanmorgen nog een schone gegeven. Het spijt me, zei hij. Ik was even in gedachten. Hij haalde de zakdoek uit zijn zak. En besloot nu maar op te houden met moorden. Het lukte aardig. Ze genoten van de duinen en ze zagen de zee. Die het maar goed had, die deed maar stormen, rustig wezen. Enfin, wat een zee zo invalt. Nee, het was best een aardig snipperdagje. Maar in de bus terug naar Alkmaar reden ze weer langs dat bord. En hij dacht aan morgen en aan het kantoor en aan meneer de Vries. Het was heerlijk, zei Fie. Ik voel me of ik een week met vakantie ben geweest. Hij knikte. Nu wist hij opeens de fijnste manier. Hij zou met een smoes naar het huis van de Vries gaan. Hem neerslaan, hem aan handen en voeten binden, hem dan in het bad leggen, het bad laten vollopen en hem dan onderhouden, net zo lang tot hij verdronk. Eerst rustig kijken naar die radeloze ogen, dan naar het blauw worden en naar het naar buiten treden van de tong. Ja, dat was het. Hij glimlachte. Zie je nou wel, zei Fien naast hem. Het dagje heeft je echt goed gedaan. Je ziet er nou weer verkwikt en vrolijk uit. Hij knikte en keek naar haar rond, goedhartig gezicht. Hij voelde een diepe, warme liefde voor haar die hem bijna ontroerde. En de plotseling in hem opkomende gedachte aan de gruwelijke mogelijkheid dat zij eerder zou sterven dan hij, deed zijn hart ineenkrimpen. Zo'n jaar of 10, 12 geleden. Toen wou Wim Kan, die wou mij altijd mee hebben naar Gelderland, naar de bossen. En daar had hij ook een onderkomen en zo. En daar was hij reuze geestdriftig voor. En ik was toen nog zo'n verschrikkelijk stadsmens dat ik ging dat dan wel doen. En ik ging wel met hem in zo'n bos lopen, maar ik vond daar helemaal niks aan. Ik ontleende daar niets aan. En dat is veranderd. Later ben ik juist in de bossen en in Gelderland een heleboel gaan vinden wat ik erg prettig vind. En vooral omdat Amsterdam natuurlijk een hele vermoeiende stad is. En je kunt dus, als je buiten zit, ook aangenamer werken. Want je wordt helemaal door niks gestoord. Dus daarom heb ik de gewoonte aangenomen om per maand zo'n dag of 6, 8 buiten te gaan zitten. Daar heb ik geen telefoon, daar heb ik niks.
Dan zit je daar rustig en dan ga ik gewoon zitten werken daar. Stukje wordt vooraf gelezen even door mijn vrouw. Dat lees ik er dan even voor. Mijn vrouw is dan ook de enige mens op aarde die alles wat ik geschreven heb ook gelezen heeft. Ze heeft er nooit een prijs voor gekregen. Maar misschien komt dat nog. Ik vind dat een prestatie vergelijkbaar met Florence Nightingale. Ja. Maar ik lees het haar altijd even voor. Nu gaat dat, is het niet zo kwellend voor haar, want... Maar ik heb een tijd gehad dat ik altijd 's nachts werkte. Hè? En dan moest ik er even wakker maken daarvoor. Een keer maakte ik er wakker en toen zei ze... Heel leuk hoor, daar had ik nog niks voor gelezen. Maar in de laatste tijd doe ik het overdag. En als zij nou zegt het is niks, dan maak ik het over. Ze zegt het gelukkig niet vaak. Mensen die schrijven, die zijn alleen belangwekkend door wat ze schrijven. En of ze nou goede vaders zijn, een goede echtgenoot en zo, dat is allemaal van geen enkel belang. Hè? Een ander punt is dat mensen vaak belangstelling daarvoor hebben, hoe die mensen particulier zijn. Dat is een ongezonde belangstelling, waarvan zeer veel bladen leven. Het is niet verwonderlijk dat Renate Rubinstein later maar een sentimenteel liedje vond. Immers, hij schreef dit wonderschone wandellied voor zijn vrouw toen hij nog geen weet had van zijn betere ik. Maar al worden we ook wrakken, al dat vreselijke snoeven zal ten minste niet meer hoeven, gaar of muf. We zijn gebakken en we zeggen, kijk de tram, of hoor jij die vogel zingen, al die nutteloze dingen, want het hoeft niet meer ad rem. En het hoeft niet meer zo rap, want we moeten ergens heen. Och, we wonen toch alleen in zo'n rothuis met een trap. Ik beloof je dat ik dan het attent zijn aan zal leren. En ik zal ook vaak proberen of jij nog wel lachen kan. Lachen als een oude dame die haar zegje heeft gezegd, die als zij wordt afgelegd zich voor niemand hoeft te schamen. Als je jonger bent, dan ben je over het algemeen wat vrolijker. En als je ouder wordt, dan heb je het druk hier veel kaler uit. Ik heb mij altijd tot het type aangetrokken gevoeld, omdat het mensen zijn die meestal zeer eerlijk en oprecht dingen vertellen. En ze hebben ook een eigen tragiek. En je merkt ook dat de een in staat is en de vitaliteit heeft om dat op te vangen en de ander niet. En die laatste die leeft dan echt in een hel. En ik heb zo'n man ook wel eens opgeschreven die in zo'n hel leeft. Zal ik dat eens voorlezen? Het heet Welverdiende Rust. Op een bank in het plantsoen zaten twee oude mannen naast me. De ene man zei, toen ik nog werkte, hè. Ja, ik heb nooit van mijn werk gehouden, maar vrouw, kinderen, dus ik moest.
En toen ik jong was, kon ik erbij lachen. Maar dat ging later over, dat goed lachen. Ik weet niet waarom. Vond niks meer leuk. En het werk, dat werd een plaag. Ik telde de dagen af en ik dacht, als ik nou maar gepensioneerd ben, dan weet ik het wel, laat dan de boeren maar toch zijn. Doe het lekker rustig aan. De ene dag is hier naartoe, de andere dag is daar naartoe. Het leek me gezellig. Vrijheid, blijheid, weet je wel. Maar hij loosde een wanhopige zucht. De andere man zweeg en keek naar de grond. Goed, eindelijk was ik dan 65, zei de eerste. Afscheid op de zaak, een geschenk, redevoeringen, je kent dat wel. De welverdiende rust, we zullen je missen. En nog meer van die prietpraat. Maar ze moeten toch wat zeggen. Ze kunnen moeilijk zeggen, we zijn blij dat je opdondert, want je voerde de laatste tijd toch niks meer uit. Dat klinkt niet feestelijk. Maar ik liet ze maar kletsen en ik dacht, morgen ben ik eraf. Dan ga ik leuke dingetjes doen waar ik zin in heb. Dat is nou 3 jaar geleden. Maar ik heb nergens zin in. Helemaal nergens. Ik verveel me rot. Hij zweeg. De andere man begon een checkje te draaien. Moet je ook, vroeg hij. Nee, hier ook heb ik ook geen zin meer. En van een borrel word ik tegenwoordig onpasselijk. Het liefste zou ik de hele dag op een stoel voor het raam blijven zitten. Maar dat vindt mijn vrouw niet goed. S'ochtends om 8 uur zegt ze, hier, ga de straat op. Dan vraag ik, waar naartoe dan? En dan zegt ze, dat zoek je zelf maar uit, maar ik wil je niet de hele dag over de vloer hebben. En dan geeft ze me een zakje brood en geld voor een kop koffie. En voor 6 mag ik niet thuiskomen. Dan eten we warm. En daarna is de avond. Hij had een matte, zeurderige stem. Met die vrouw kon ik wel meevoelen. Na het eten zet ik de televisie maar aan, zei hij. Zij gaat dan in de keuken zitten met een leesboek. Ze zegt dat ze pijn in de ogen krijgt van de televisie. Maar ik zet hem toch aan, elke avond. Niet dat ik er zo dol op ben, hoor. Ik kijk om iets te doen te hebben. Gaat langs mij. De volgende ochtend ben ik het altijd vergeten. Ach, ik begrijp dat wel. Ze wil niet langer met me in één kamer zitten. Daarom heeft ze dat verzonnen van die pijn in de ogen. Er kwam een smachtelijk glimlachje om zijn mond. Eigenlijk zou ze wel willen dat ik doodging, zei die op een toon die een zekere tederheid verried. Ze zegt het niet hoor, maar ik merk het aan kleine dingen. Laatst kwam ik thuis, de zuster was bij haar op bezoek en toen hoorde ik mijn vrouw zeggen, ja, dan ga ik die bovenboel natuurlijk verhuren. En toen ik de kamer binnenkwam, begonnen ze over wat anders. Begrijp je wel? Ach, ik kan het me best voorstellen. Ik ben zo saai geworden. Maar zij is nog heel levendig. Ze verveelt zich nooit. Maar ik weet niet hoe ik al die lange rotdagen op straat moet doorbrengen. Als ik nou maar zin had in een baantje voor halve dagen, maar daar heb ik geen zin in. Ik zou wel eens met oude vrienden over vroeger willen praten. Maar ze zijn allemaal dood. Laatst gingen er in 1 week 2 de pijp uit. En dan nog. Ik ben eens naar Den Haag gereisd, omdat ik had gehoord dat een oude makker van me daar in een huis zat. Kom eraan. Eerst wist hij niet wie ik was. En toen ik het hem aan zijn verstand gepeuterd had en over vroeger begon, zei hij alleen maar, ja. Maar hij was het allemaal vergeten.